Goedemorgen allemaal. Welkom. Mijn naam is Albert Groteboer. Ik zal het vandaag gaan hebben over Integrating Life with Cognitive Services. Dus eigenlijk, hoe kunnen we nou signalen uit de echte wereld, fysieke signalen, gebruiken in onze eigen processen? Ja. Nee? Even wat technische problemen. Waarom doet mijn laptop niks? Die van mij doet het weer, dus dan heb ik het weer. Er is helemaal niks op dit moment. Dat is niet handig. Even kijken. Excuses voor de... We zitten weer. Ja, precies. Ja, dat moet iets. Ja, had ik dit ook weer. Oké, dus mijn naam is Albert Groteboer. Ik ben werkzaam bij Motion10 als solution architect, inderdaad in Rotterdam. Daarnaast ben ik Microsoft MVP. Ik doe regelmatig zaken voor de community, doe dus regelmatig dit soort events. Ik spreek bij user groups in het buitenland. Ik blog regelmatig, schrijf artikelen. Ik ben zelf organisator van de Global Integration Bootcamp. En in januari voor Azure Lowlands. Dus ja, ik ben graag bezig met de community. Ik draag graag mijn kennis over. Dus. Daarnaast ben ik actief op Twitter. Dus mocht jullie me willen volgen, dit is mijn Twitter-handle. En ik kom zelf uit de scheepvaart, ben opgegroeid in de scheepvaart. Mijn halve familie zit zo ongeveer in de scheepvaart. En dit zullen we zo meteen zien waarom dit van toepassing is in mijn scenario's. En, ja. Maar eerst, wat is nou eigenlijk cognition? Nou, cognition, hier staat een mooie quote, volgens mij van Wikipedia of iets dergelijks. Maar voor mij betekent eigenlijk gewoon van eigenlijk het kunnen leren, het kunnen begrijpen van wat om je heen gebeurt. Inderdaad, met je zintuigen vang je dingen op en met cognition begrijp je dus wat gebeurt hier. Dus ik hoor iets, ik zie iets, wat gebeurt hier nou? Dus cognitive services, waar we het vandaag over zullen gaan hebben, zijn dus eigenlijk API's die dit gedrag ook kunnen doen. Dus die API's die begrijpen van als ik iets zie, als ik iets hoor, wat gebeurt er dan? Dus hieronder even een simpel voorbeeldje. We hebben een foto van Satya Nadella. Staat hij vrolijk op. Satya Nadella is volgens mij altijd vrolijk namelijk. En op het moment dat je dat aan de cognitive service aanbiedt, dan begrijpt die cognitive service, dit gaat om een persoon. Dus die begrijpt, op deze foto, daar staat een persoon. Hij kan ook emoties begrijpen. Dus hij ziet op het plaatje van, dit gaat volgens mij om een vrolijk persoon. Dus wat je terugkrijgt is wel, ik ben x percentage zeker dat deze persoon, dat hij blij is. Nou, dat percentage dat ligt tussen 0 en 1. Hoe dichter bij de 1, hoe zekerder dat hij daarvan is. Zullen we er meteen nog wat meer van zien. Nou, we gaan het natuurlijk vandaag over Microsoft Cognitive Services hebben. Dus in Azure, Microsoft Cognitive Services. En waarom zou je nou die Microsoft Cognitive Services moeten gebruiken? Nou, allereerst, het is heel erg eenvoudig om daarmee te beginnen. Je kunt gewoon heel eenvoudig naar de portal toe gaan. Je vraagt een key aan. Die key je hebt sample code. Die code zet je in je applicatie. En je kunt gelijk mee aan de slag. Sterker nog, vandaag ga ik laten zien hoe je het ook zelfs zonder code kan doen. Dus echt helemaal serverless, dankzij Logic Apps, kun je dit ook heel makkelijk gaan gebruiken. Het is flexibel. Het draait op Windows natuurlijk, maar ook Android, iOS kun je het ook gebruiken. En je kunt het ook in diverse programmeertalen gebruiken. Sowieso natuurlijk .NET, maar ook Java, Node.js, Python. Er zijn nog wat andere talen die of in ontwikkeling zijn of die er ook al zijn. Dat heb ik niet helemaal zeker te zeggen, maar deze week in ieder geval zeker. Dus je kunt echt in je eigen taal, waar jij het fijnst bij voelt, kun jij hiermee gewoon aan de slag. En het is natuurlijk tested. Microsoft die heeft hier heel veel mensen, hele slimme mensen op zitten om dit allemaal voor ons te ontwikkelen. Wij hoeven niet meer zelf mensen te hebben die alles begrijpen van machine learning, van cognitive services en dat soort zaken. Wij hoeven alleen maar een API te kunnen aanroepen en wij kunnen al die krachten daarvan gaan gebruiken.
Het is ook inderdaad gereviewd. Dus iedereen is hier natuurlijk aan het kijken van wat is Microsoft hier aan het doen. Dus het is ook helemaal gereviewd. Er zijn heel veel mensen die naar kijken. Die inderdaad hier heel veel verstand van hebben. Waardoor wij dus inderdaad, hoeven wij hier al die kennis niet hebben. Wij hoeven alleen maar te weten van, hey, als ik iets met images wil doen, dan kan ik deze API gebruiken. En ik weet gewoon wat er uitkomt, dat zal kloppen. Microsoft heeft een vijftal takken, zeg maar, waar dat ze hun cognitive service onder scharen. Vision, dus eigenlijk alles met ja, zicht, plaatjes, video's, speech, dus alles rondom spraak. Language, dus dat gaat rondom tekst. Knowledge, dus inderdaad kennisbanken, knowledge bases. En search, eigenlijk alles wat je vanuit Bing maar kunt bedenken, kunnen wij ook in onze eigen applicaties gaan toepassen. Laten we beginnen met kijken naar Vision. Binnen Vision hebben we een vijftal API's die we kunnen gebruiken. Waarvan de eerste Computer Vision is. En Computer Vision gaat eigenlijk over, ik upload een plaatje. En hij begrijpt van het plaatje van wat gebeurt hier. Dus dat kan inderdaad zijn van hij herkent dat daar een persoon op staat. Of een landmark, dus bijvoorbeeld de Eiffeltoren. Dus hij kan uit het plaatje kan hij ophalen van, hey, wat is de context van dit plaatje. Hij kan er ook emoties uit ophalen. Dus als je bijvoorbeeld van een persoon uploadt, kan hij inderdaad zien van hey, deze persoon is blij, deze persoon is ongelukkig, deze persoon is boos. Dus op die manier kun je heel snel op een hele makkelijke manier inderdaad van gewoon uit plaatjes het uploaden, krijg je allemaal informatie terug over wat gebeurt hier nou eigenlijk. Al deze API's kun je het ook leren. Dus over het algemeen, op het moment dat je naar een API toe gaat, kun je een testset uploaden. En vanuit die testset ga jij bepalen van wat is voor mij eigenlijk hier interessant. Dus bijvoorbeeld als jij inderdaad zegt van ik doe iets met landmarks, dus hij heeft inderdaad heel veel dingen al ingebouwd. Maar als je zegt van nou ik ben eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd in die landmarks zelf, maar ik ben meer geïnteresseerd in de omgeving omheen. Dan kun je zeggen van oké, deze plaatjes die hebben deze context. En op die manier kun je dus inderdaad je eigen modellen gaan trainen. De tweede is de Face API. En de Face API, nou, het zegt al een beetje, dat gaat over gezichten, dus personen herkennen. Dus hij kan inderdaad zien van oké, wie is deze persoon? Nou, ook hier weer bekende personen, Satya Nadella, dat soort mensen, die zal hij gewoon gelijk herkennen. Maar je kunt die ook natuurlijk weer je eigen personen gaan uploaden. En gaan zeggen van oké, op het moment dat ik mijn eigen foto upload, kan ik zeggen, hey, ik ben Elbert Groteboer. Ik geef een stuk of 4, 5 foto's van mijn eigen op, van verschillende foto's. Ik zeg train. En voortaan zal hij gewoon herkennen van, hey, deze persoon, dat is Eldert. Dus als ook bijvoorbeeld in het Hello bijvoorbeeld doet, die herkent van, hey, dit is inderdaad die persoon die inderdaad bij deze laptop mag inloggen. De video indexer. En dat gaat dus inderdaad over video's. En hier kun je dus gewoon video's uploaden. En vanuit video's zal hij allemaal informatie gaan weer destilleren. Dus hij kan bijvoorbeeld uithalen in welk context gebeurt dit. Hij kan motion detection doen. Hij kan zaken doen als geluid herkennen. Dus hij kan ook bij bepaalde personen kan die bepalen van wie is nu aan het spreken. Hij kan er transcripts van maken. Dus hij kan ook echt gewoon daar live gewoon meelezen van oké, of weergeven van wat wordt hier gezegd. Bij de beeld en de Ignite doen ze dat tegenwoordig volgens mij standaard op het moment dat ze die presentaties open hebben staan. Wordt gelijk live meegetoond. Oké, wat wordt er gezegd? Dus allemaal in de video indexer. Content moderator. Dus dat gaat over ja, moderatie van content. Dus jij kunt zeggen van, ik heb bepaalde content die ik niet wil tonen. Nou, ik kan allemaal bepaalde voorbeelden bedenken. Maar dus inderdaad, stel ik heb een forum of iets dergelijks en ik wil bepaalde content die daar niet op wordt getoond. Kan ik gewoon alles wat wordt geüpload, kan gelijk door de content moderator halen. En hij zal gelijk bepalen van dit mag wel of dit mag niet worden getoond. Ook dit kun je natuurlijk weer zelf leren. Want misschien dat je zelf zoiets hebt, ik heb bepaalde content die niet standaard wordt gedetecteerd, die ik toch niet wil tonen. Dus dat kun je ook zelf gaan trainen. Durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. En uiteindelijk custom vision. Dat is eigenlijk van, oké, we hebben al deze standaard API's. Maar heb ik een scenario waar dat ik nog zelf echt iets wil gaan maken. Dat kun je met custom vision gaan doen. Dus dan kun je echt je eigen modellen gaan opgeven, eigen modellen gaan trainen. En op die manier kun je dat ze inderdaad op je eigen manier opzetten. Dan de volgende is speech, de spraak. Er zijn twee API's onder. De eerste, de Speech Service API. Waar vroeger een stuk of 4 verschillende API's die ze eigenlijk bij elkaar hebben gevoegd. En dat is eigenlijk alles wat gaat om text-to-speech, speech-to-text. Het begrijpen van de intent. Dus wat bedoelt hier iemand nou? Dus inderdaad van, ik hoor hier een zin, maar wat bedoelt deze persoon nou?
En die gaan allemaal met natural language. Dus je kunt inderdaad verschillende zinnen zeggen. En hij zal telkens wel begrijpen van, hé, dit gaat over dit stuk. Dus je hoeft niet een specifieke zin te zeggen. Maar hij begrijpt uit de context van de zin, begrijpt hij van, oké, wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld? Speaker recognition gaat dus over, oké, wie praat hier nou? Dus je hebt de podcast op staan. Kun je met speaker recognition kun je dus bijvoorbeeld gaan bepalen van, oké, wie is op dit moment aan het praten en wat zegt hij? Dus ook dat is weer natuurlijk heel erg mooi om zoiets in je eigen software te kunnen opnemen. Ik verwacht het nog niet. Bij speech verwacht ik nog niet. Ik weet zelf voor de language, waar nu bij komen, hebben ze al wel ondersteuning van Nederlands. Speech, de laatste keer dat ik keek, was het nog niet. Er zijn natuurlijk, Nederlands is niet zo'n hele leuke taal voor Microsoft. Dus de laatste keer dat ik keek was Nederlands, of Engels, Frans, Duits, Spaans volgens mij. Maar goed, dat kan misschien ondertussen ook alweer zijn. Nou, taal dan. En taal, allereerst Bing Spellcheck. Nou, gewoon een spellchecker zoals die uit Word kennen. Kun je gewoon in je eigen applicatie gebruiken. En dan kun je gewoon in je eigen applicatie, als je iets van een Word-achtige applicatie schrijft, kun je dat gewoon gebruiken. Of waar dan ook, op het moment dat je iets van een spellcheck wil hebben, kun je gewoon die API gebruiken, je stuurt tekst erheen en je krijgt terug waar de fouten terugzitten. Translator, nou, gewoon het vertalen van tekst. Hij kan automatisch detecteren, oké, welke tekst is dit, of welke taal is dit. En hij zet het om naar jouw gewenste taal. Dit is volgens mij ondertussen voor 40, 50 talen ook beschikbaar. Dus dit kun je al heel mooi gebruiken. Dan een van mijn favoriete services. Language Understanding Intelligent Service, oftewel LUIS. En LUIS, dat kun je dus inderdaad gebruiken om van jouw teksten, dan zal die begrijpen van oké, waar gaat het over? De intent ook weer. Dus je hebt een utterance, iets wat de gebruiker invoert. En hij zal bij die utterance kan die begrijpen, oké, welke intent heeft die gebruiker hierbij? We gaan zo meteen nog een voorbeeld van zien. Maar denk bijvoorbeeld, als ik een vlucht wil boeken, dan kan ik op verschillende manieren kan ik die zin intypen. Ik boek voor mij een vlucht, ik wil een vlucht naar. Ik ben op zoek naar een vlucht, dat soort dingen. En hij zal telkens begrijpen van, hé, volgens mij is deze persoon, wil die een vlucht boeken. Daarnaast heb je nog entities die je ook kunt meegeven. Dus bijvoorbeeld, boek maar voor mij een vlucht naar Parijs. Dan zal hij begrijpen van, hé, Parijs, dat is hier de entity. Dus waarschijnlijk wilt hij iets met Parijs hebben. Nou, het ging over vluchtboeken. Dus op die manier begrijpt hij inderdaad van, nee, deze gebruiker die wil een vlucht boeken naar de plaats Parijs toe. En dan kun je dus daar de juiste informatie bij gaan ophalen. En uiteindelijk Text Analytics. En dat gaat dus ook weer over het begrijpen van een tekst. Wat zijn nou de key phrases? Waar gaat deze tekst over? Wat voor sentiment komt er uit deze tekst? Die gebruiken ze bijvoorbeeld best wel veel bij de marketingafdelingen. Maakt ze zelf overigens ook. Dus alles wat er door Twitter heen gaat over Microsoft, wordt hier doorheen gehaald. En ze kunnen begrijpen van zijn gebruikers blij of niet blij met ons. En op het moment dat zo'n gebruiker niet blij is, wat ze dan doen is ook gelijk naar een teamsomgeving laten sturen. Zodat gelijk iemand ook met die gebruiker contact kan opnemen. Van waarom bent u niet blij? Waar loopt hij tegenaan? Knowledge, dus eigenlijk kennis. Dit waren ook eerst veel meer services. Die hebben ze ook weer allemaal bij elkaar gevoegd eigenlijk. Ze hebben wat services weggehaald. En wat je nu nog over hebt is een Q&A maker. En bij de Q&A maker kun je eigenlijk voor je eigen knowledge base, dus gewoon een standaard frequently asked questions, kun je inladen. En aan de hand van wat de gebruiker vraagt, begrijpt hij van, hey, dit gaat volgens mij over dit stukje uit mijn knowledge base. Op die manier, denk aan een Ziggo, waar dat je wel de portal heb je zo'n mooie bot, waar ze het ook nog over gaan hebben. Je hebt daar gewoon zo'n hele complete knowledge base achter zitten. En als jij iets vraagt aan die bot, begrijpt hij, hey, dit gaat over het internet dat niet werkt. En krijg je dus een handleiding van, oké, ga dus deze stappen proberen. Trek je stroom eruit, doe wat resets. Zij begrijpt van, oké, waar gaat het over en hoe kan ik die persoon helpen om verder te gaan met zijn probleem. Search. Er zijn nog iets meer services dan deze. Het zijn er totaal een stuk of 11 volgens mij. Maar dit zijn voor mij de belangrijkste. Maar eigenlijk alles wat je met Bing kunt, kun je ook in je eigen applicaties integreren. Dus ik heb natuurlijk gewoon websearch. Dus ik typ iets in en dan komt hij gaat op web op zoek voor mij. Autosuggest. Dus ik begin met typen. Komt mooi te staan. Volgens mij bedoel je dit. Kun je mooi uit je lijstje kiezen. Image search. Ik upload een plaatje en hij gaat bij de plaatje kijken of hij daar meer informatie vandaan omheen kan halen. Nou, video, eigenlijk weer hetzelfde alleen maar met video's. En news search, inderdaad van ik wil over een bepaald nieuwsitem wil ik iets weten.
Al deze API's zijn REST-API's. Dus je hebt gewoon een endpoint waar je iets heen kunt sturen in een bepaald format. En je krijgt een antwoord terug van die API, van wat hij denkt dat het is. En hier zie je een voorbeeld van de Face API. Dus als je deze foto uploadt, dan zal je zien van hey, er zijn 5 gezichten hier gedetecteerd. Nou, je ziet ook inderdaad van hier met die rectangle geeft je aan, oké, waar zitten die gezichten dan? Je krijgt ook iets terug over de emoties. Dus in dit geval zal hij zien van die happiness, die is bijna tegen de 1 aan. Dus hij is heel erg zeker dat deze personen blij zijn. Nou, je ziet bijvoorbeeld die anger, die is dus de min tot de min 13e, dus die is heel erg laag. Dus hij weet hier redelijk zeker van, of heel erg zeker van, deze personen zijn in ieder geval niet kwaad. Nou, op die manier kun je dus gewoon allemaal terugkrijgen en kun je op je eigen applicatie kun je heel snel terugkrijgen van oké, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, in dit geval staan personen op, waar staan die ongeveer? En dit kun je natuurlijk gewoon heel erg makkelijk aanroepen vanuit elke applicatie. En gewoon door dit parsen kun je dus dit gebruiken in je eigen applicaties. Het bot framework, we hebben het net al even over bots gehad. Maar het bot framework is eigenlijk bedoeld om dus die service die we net zagen, om die op een nog makkelijker manier aan de gebruiker te tonen. Je wilt tegenwoordig niet meer dat de gebruiker de enorme knowledge base voor zijn neus krijgt en dat hij moet gaan zoeken van wat is zijn probleem. Nee, je wilt dat de gebruiker gewoon naar jouw website toe kan gaan, die toetst iets in van ik loop tegen dit en dit aan, en dat hij de juiste context terugkrijgt van oké, volgens mij heb je dit probleem. Dit zijn volgens ons de oplossingen hiervoor. Nou, bot framework maakt dit heel erg makkelijk. Je gebruikt verschillende van de services die we net zagen. Makkelijk om op te zetten. Dus je hebt gewoon eigenlijk weer een REST-website zet je op. Dus je hebt een REST-endpoint waar dat jouw gebruikers uiteindelijk tegenaan praten met een frontendje. Ze implementeert verschillende standaard protocollen. En wat je hier al ziet, is dat er diverse van die services die we net zagen. Lewis bijvoorbeeld. Dus inderdaad het begrijpen van wat wordt hier nou gezegd. Wat bedoelt de gebruiker hier? De Q&A API, dus inderdaad van ik heb die knowledge base erachter. Er zit gewoon allemaal out of the box, kun je daar gewoon op aansluiten. Dus je kunt op die manier heel snel die verschillende services gaan gebruiken om de gebruiker uiteindelijk te tonen waar hij echt naar op zoek is. Er zijn verschillende channels die je hiervoor kunt gebruiken. Denk aan Slack, denk aan Teams, Skype, Kik. Staan hier allemaal. En van al deze channels kun je gewoon zeggen van ik sluit mijn bot hierop aan. En van daaruit kun je dus met die bot gaan praten. De ene is zo makkelijker dan de andere. Ik weet bijvoorbeeld Facebook Messenger, daar moet je best wel wat hoepels doorheen springen voordat je die bot eindelijk hebt aangesloten. Terwijl dat volgens een Teams kun je heel makkelijk zeggen gewoon van ik heb hier mijn bot staan. Ik geef mijn key op en hij werkt gelijk. Maar dus al deze frontends kun je eigenlijk hier gebruiken om voor je bot neer te zetten. En dus vanuit al deze applicaties kun jij gaan communiceren met jouw gebruikers. Ik kom even terug op Lewis, waar we het net al even over hadden. En Lewis is dus inderdaad echt het begrijpen van wat wil die gebruiker van mij. Nou, hier dus inderdaad gaan we even naar kijken, boek me een flight to Cairo. Dus ik wil een vlucht boeken. Op het moment dat ik dit tegen de gebruiker zegt, zal Lewis zal gaan kijken, oké, wat wordt hier gezegd en welke intent hoort hierbij. En uiteindelijk krijgt hij dus terug van, oké, volgens mij is dit intent book flight. En dan weet hij weer, ook hier tussen 0 en 1, hij zit heel dicht tegen de 1 aan. Zij is er vrijwel zeker van dat hier een vlucht wil worden geboekt. Nou, dit geef je natuurlijk weer terug aan je eigen applicatie of aan je bot. En die zal dan begrijpen, oké, hij wil dus een vlucht boeken, dus ik moet deze tak ingaan. En die bots kun je ook weer op verschillende manieren opzetten. Dus je kunt met een formflow. Dus dat haal je eigenlijk gewoon in. Ik heb gewoon een C-sharp applicatie. Ik heb daar gewoon verschillende properties. Ik kan nog aangeven met hier van oké, wat voor input verwacht ik hier. En als je dit opgeeft, in dit geval gaat het om een registratie van een schip, waar we zo meteen nog meer van zullen gaan zien. Maar wat hij hier zal doen, als je dit aan je bot geeft, zal hij beginnen met de vraag, wat is de naam van uw schip? Volgende vraag, geef uw scheepsnummer in. Volgende vraag, en dan zal hij ook weer valideren van, dat scheepsnummer moet dus deze waardes in zitten. Volgende vraag van, geef mij uw telefoonnummer op. Dat hij met deze rechtstreeks gaat hij dat weer valideren. Dus eigenlijk wat hij gewoon doet, is hij gewoon telkens vraag, antwoord, gaat hij gewoon hier eigenlijk door al die properties heen. Deze code levert gewoon een werkende bot op, op het moment dat je dit in je bot framework implementeert. Dus zo makkelijk kan het al zijn om gewoon een bot op te zetten.
Dialogs. Dit gaat eigenlijk wat meer in van oké, ik heb wat meer custom flows, custom logica. Dan kun je ook in je bot framework kun je ook zeggen van oké, een gebruiker komt bij mij, die zegt hallo. En dan zou ik gaan vragen van oké, wat wilt u doen? En afhankelijk van het antwoord kan ik dan verschillende flows ingaan. En elk van die flows is een eigen dialog. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn van boek mij of mijn hotel, boek voor mij een restaurant. En afhankelijk van wat die gebruiker zegt, begrijpen we oké, volgens mij wilt u nou naar het volgende dialog wat dit is. Hier kun je ook zaken in doen als cards. Dus je kunt bijvoorbeeld een mooi plaatje teruggeven met wat knoppen eronder van we hebben deze hotels voor je gevonden. Welk hotel zou je willen reserveren? Dus krijg je een mooie pop-up van oké, we hebben deze hotels gevonden. De gebruiker klikt op een bepaald hotel. En dan zal worden teruggegeven van oké, dan gaan we dit hotel voor je boeken. Dus dit is inderdaad veel meer als je eigen flow zou implementeren. Maar dit natuurlijk. Deze natuurlijk gewoon redelijk recht toe recht aan was, want dit zijn de vragen die we stellen. En we krijgen gewoon het antwoord terug en uiteindelijk geven we het complete respons. Ga je hier met deze veel meer een eigen flow opzetten met je eigen vragen, eigen input, dat soort zaken. Bots kun je ook nog as a service doen. Tegenwoordig is alles as a service, dus waarom geen bots? En daarvoor zelf gebruik ik meestal AdBot. AdBot heeft plugins voor Microsoft Flow en Logic Apps. Dus je kunt gewoon vanuit Flow bijvoorbeeld, dat ga ik zo meteen zien. Kun je gewoon zeggen van ik wil een bot opmaken. En het enige wat ik hoef te doen is vanuit AdBot gewoon verschillende actions daarop zetten. Van oké, vraag iets aan de gebruiker of valideer een stuk input of dat soort zaken. En op die manier kun je heel snel een bot bouwen. Dus dat is zover de theorie. Maar het heeft natuurlijk ook cognitive services, real life. Dus we willen eigenlijk gewoon zien wat doet dit nou eigenlijk. Nou, het scenario wat ik hierbij ga gebruiken. Ik had het net al over, ik kom uit de scheepvaart. Ik ben nog steeds betrokken bij de scheepvaart. Ik heb namelijk nog naast mijn normale baan heb ik nog een eigen bedrijfje. En het eigen bedrijfje wat ik daar doe is voor, ik heb een stuk of 4 rederijen. Waarvoor ik computers lever, netwerkjes aanleg, allemaal dat soort zaken. Het zijn eigenlijk allemaal tankschepen. Dat betekent dat ik regelmatig bij de grote raffinaderijen moet zijn, als in Shell, oil tanking, Q8, noem ze maar op. Nou, kunt je voorstellen, als ik bij een Shell het terrein op moet, kan ik niet even bij de Shell aan de poort komen van hoi, ik kom bij jullie terrein op. Die zijn daar best wel streng in, zeg maar. Die willen weten, wat kom jij hier doen? Mag jij hier wel zijn? Wie ben jij? Nou, het begint allemaal eigenlijk bij het schip. Op het moment dat ik naar het schip toe wil, moet het schip mij aanmelden bij de raffinaderij. Dus schip moet zeggen van, Eldert die komt aan boord, die komt de computer vervangen. We verwachten hem op deze datum of rond deze tijd. Het probleem alleen is van die schippers, over het algemeen, als ik zeg van, ik wil bij jullie aan boord komen, dan sturen ze een mailtje van, Eldert Groteboer komt aan boord. En dat is alles wat ze dan sturen. Er wordt niet gezegd van wanneer, waarom. Op het moment dat ik dan bij die portier sta, het eerste wat ik te horen krijg, ja, we hebben wel gezien dat u mag komen, maar we hebben geen idee waarom, dus ik kom het terrein niet op. Moet je gaan bellen met het schip, van jij moet dit invullen. Dus stuur een tweede mailtje met nog maar de helft van de informatie. Dus voor de tijd dat ik binnen ben, ben ik weer een half uur verder. Wat ik hiervoor zou willen doen, is een bot gaan maken. En die bot, die krijg ik gewoon input vanuit die schipper. Die schipper gaat gewoon naar, in dit geval, Teams toe. En die krijgt daar gewoon, die zegt van ik wil een reparateur aanmelden. En die krijgt gewoon vragen over die reparateur. Van oké, wie is dat? Waarom komt hij aan boord? Wanneer komt hij? En dat doe ik aan dan met behulp van Flow, met AdBot. Dus ik ga AdBot gebruiken om inderdaad die Flow op te zetten van oké, wie komt er aan boord en dat soort vragen te stellen. Uiteindelijk ga ik al die input verzamelen en die stop ik in table storage. Nou, in dit geval table storage, in het extra waarschijnlijk een CRM-systeem zijn of zo zijn, wat ze inderdaad, dat die partier ziet van hey, deze persoon is aangemeld, hij komt voor dit skip, hij komt dit en dit doen. Maar voor nu doe ik even met table storage en dat ziet er dan zo uit. Even kijken naar mijn muis. Ik zie geen muis. Ja. Nou, hij zou het gewoon iets moeten. Precies. Ah, daar is hij. Oké, dus. Ik ga beginnen gewoon met het bot op te starten. Dus dat hij ondertussen op de achtergrond een en ander kan doen, terwijl ik laat zien wat ik nou precies doe. Maar ik heb hier dus in Teams heb ik de AdBot bot.
En ik kan hier nou zeggen van dat ik een reparateur wil aanmelden. Dus dit is gewoon de schipper die gewoon dit gaat doen. Nou, ik al zeg, dit kan inderdaad via Teams, maar kan ook via Skype, kan via Facebook. Nou, dus ik wil mijn eigen aanmelden. Je kunt voor Facebook Messenger, kun je gewoon, ja, ga naar Facebook Messenger doen, daar kun je aangeven van ik wil een bot uploaden. Ja, dus eigenlijk de bot zelf, die draait gewoon onder een service natuurlijk, gewoon vanuit Facebook zelf. En dan kan inderdaad de schipper zou gewoon met zijn eigen messenger daarheen kunnen. Van ik wil deze gebruiker aanmelden. Dus inderdaad, dan kun je gewoon van je eigen account, kan iedereen daar gewoon een vraag naar stellen. Nou, van die schepen, die zullen over het algemeen via Skype gaan, want de meeste schepen hebben tegenwoordig gewoon Skype. Zou je dat inderdaad via Skype kunnen doen, maar wat ik net al liet zien, van je hebt ongeveer 10 van die channels. Dus afhankelijk van je eigen scenario kun je inderdaad zelf kiezen welk channel, dus voor mijn gebruikers het handigste. Nou, welk schip willen we doen? De Somtrans 10, dat is waar mijn broertje op zit namelijk. Op welke datum? Nou, ik kom vandaag. En hier zul je dus al zien van dat ook die bot ook weer logica in zich heeft. Dus dit is bijvoorbeeld zo'n card van ik zeg nou today. En die bot gaat dus bepalen van oké, today, dat is volgens mij deze datum. Dus ik kan aangeven dat klopt inderdaad. En ik wil daar een computer vervangen. En uiteindelijk zegt hij, nou oké, we hebben uw registratie ontvangen. We gaan nu mee voor u aan de slag. En nog een stukje, aangezien dat ik de gratis versie gebruik, krijgen we nog een mooi stukje reclame erbij. Nou, wat dit dus doet. Ik heb in mijn flow. Even kijken. Ik heb hier dus gewoon een flow voor Registry Repair. Nou, wat zit daar dan in? Dit zijn die AdBot actions waar ik net over had. Dus ik heb een trigger. Dus een flow en een Logic App starten altijd met een trigger. Van iemand vraagt iets aan mij. Dus in dit geval van wij willen een reparateur aanmelden. Op dat moment gaat hij naar Lewis toe. Dus je ziet hier dat ik inderdaad een Lewis API key moet opgeven. Ik moet aangeven welke applicatie en welke intent dat ik hier verwacht in deze flow. Als we bij Lewis gaan kijken. Even kijken, ben ik niet ingelogd. Hoop ik dat hij inderdaad onder deze zat. Ja, dus ik heb hier die Rotterdam Tank Terminal. Dus inderdaad, bijvoorbeeld een Shell zou dit zijn. Ik heb hier de Repair Intent. En ik heb hier dus verschillende utterances waarvan ik zeg van oké, ik verwacht dat op het moment dat schipper iemand aanmeldt, dat hij zo'n soort zin zal zeggen. Je hebt nog geen onderscheid gemaakt in Shell of in Nee, dus in dit geval heb ik wel gewoon alles in één. Normaal gesproken, als je inderdaad een Shell zal zijn eigen bot hebben, een Q8 zal een eigen bot hebben. Dus die zullen allemaal een eigen bot hebben, want verschillende, vooral in die raffinaderij wil ook verschillende informatie hebben. Shell wil bijvoorbeeld ook je rijbewijs zult die zien, terwijl bij een Q8 moet je weer met het paspoort binnenkomen. Dus daar zit ook weer verschillen tussen. Maar dit zijn dus de utterances waarvan ik zeg van nou, zo'n soort vraag verwacht ik op het moment dat een gebruiker een reparateur wil aanmelden. En ik kan nou hier zeggen train. En zal dus deze utterance zal die gaan gebruiken om te bepalen oké, ik train mijn model. En zoals je ziet, ik had net ingegeven, you want to register repair. Die precieze zin staat hier niet in. Er staan wel zinnen die op lijken, maar niet die precieze zin. Dus hij begrijpt inderdaad vanuit die zin die ik net heb gezegd, begrijpt hij van oké, dat lijkt op deze zinnen. Dus waarschijnlijk zal hij ook een reparateur willen aanmelden. Nou, op dit moment begrijpt dus oké, er wordt een reparateur aangemeld. Dus hij zal inderdaad zeggen oké, dat klopt inderdaad, ik krijg deze intent binnen, dus we gaan nu de flow opstarten voor een reparateur. Nou, dan ga je dus inderdaad die vragen die ik net zag. Zo. Dus, hoe would you like to register, voor welk schip. Je hebt dus ook wat geavanceerdere van, zaken. Dus ik kan ook een get date, repair date time. Ik kan even laten zien. Als ik hier voor een action op AdBot zoek.
heb ik hier allemaal verschillende mogelijkheden om inderdaad met die bot vragen te laten stellen of dingen te laten doen. Dus ik kan zo'n adaptive card, dus inderdaad een plaatje met wat van die buttons erop bijvoorbeeld kan laten genereren. In dit geval dus een get date time. Dus gaat hij inderdaad bepalen van oké, als ik today zeg, dan begrijpt hij dat inderdaad de datum van vandaag moet zijn. Get response, dus inderdaad gewoon een simpele vraag met een simpel antwoord. Je ziet, er zijn best veel van die mogelijkheden van om die gebruiker die vraag te laten, om die gebruiker de juiste vraag te stellen. Nou, en uiteindelijk heb ik dus een registration received. Dan doe ik een reply terug nog van oké, we gaan nu voor u aan de gang. En op dat moment ga ik dus bepalen van geef mij alle accounts. En wat ik nu dus ga doen, is ik ga het schip nou terug een e-mail sturen van hey, we hebben net zojuist vanuit uw schip de vraag gehad om een reparateur aan te melden. Dat schip is gewoon bekend binnen CRM. Die hebben gewoon die gegevens van die schepen, dus die hebben ook dat e-mailadres van. En ik ga nu dus nog een mailtje terugsturen naar het schip toe van hey, we hebben zojuist een registratie gehad. Klopt het inderdaad, bent u dit geweest? Want het kan natuurlijk best zijn dat ik daar lekker ga intypen van ik moet door dat schip zijn. Dus dat schip moet nog zelf bevestigen van hey, het klopt inderdaad dat deze persoon aan boord komt. Nou, dat e-mailtje heb ik ondertussen hier binnen. En ik krijg dus gewoon de vraag op het schip van klopt het dat Elt Groteboer op deze datum voor een computervervanging komt? Nou, in dit geval zeg ik yes. Even deze proberen. Even kijken, ik ga hem even opnieuw invoeren. Ik denk dat er ergens een time-out is geweest. Dus nog een keertje register repair. Moet even nadenken. Sorry? In dit geval is Microsoft CRM. Dat was makkelijk, want daar heb je gewoon een standaard connector voor binnen de flow. Dus ik kan heel makkelijk tegen Microsoft CRM, hoef ik zelf niet begrijpen hoe dat ik daar tegenaan praat. Dan begrijpt die connector allemaal voor mij. Today. Ja. En ook, ik kan hier bijvoorbeeld ook gewoon in plaats van dat ik net had yes getypt, maar ik kan hier ook bijvoorbeeld weer op zo'n knop drukken en dan begrijpt hij ook inderdaad wat ik doe. Dus op die manier kun je ook redelijk interactieve bots gaan maken. Nou, als het goed is, krijg ik nou zo meteen een nieuw mailtje. En ja, kom maar. Ja, waar is die? Dus dat is inderdaad correct. Nou, het is niet helemaal lekker. Ook mooi, net voor de sessie heb ik getest en toen werkte het gewoon, dus... Ik ga even kijken. Nou, uiteindelijk, in ieder geval zou dus op het moment dat ik dus yes klik, komt deze entry van computer replacement. Je ziet inderdaad deze om 8:39. Dus mijn UTC-tijd is 9:39. Heb ik deze ingeschoten nog. Ik weet niet waarom dat... ik zou nou ook hier moeten doen. Dus ik heb yes. Dus als het goed moet er nou eentje bij komen. Laten we even naar flow terug gaan. En als we hier gaan kijken, ja, dat mag. Nou, hij is failed. Geen idee waarom. Maar in ieder geval, je ziet, kunt hier ook dus inderdaad de historie zien van die verschillende flows die hebben gelopen. Van kan zien, wat is allemaal goed gegaan. En hieronder zal waarschijnlijk ergens iets fout zijn gegaan. Ja, het insert van de entity is fout gegaan. Ja, ik kan hier dus ook zien waarom is dat fout gegaan. Oh, de specified entity already exists. Ik had van mijn eigen al vandaag had ik hem eigenlijk een keertje aangemeld. Van datzelfde schip. Dus vandaar dat hij nou fout gaat. Maar goed, ik heb hem natuurlijk in staan. In dit geval zou ik hier te zien krijgen van dat inderdaad mijn registratie niet geprocessed is. Als ik even iets omhoog scroll, zul je inderdaad hier zien, nog iets verder omhoog. Dat hier dus wel geprocessed was. Dus op dit moment weet de gebruiker ook, de reparateur is aangemeld. Ik kan verwachten inderdaad dat hij gewoon doorheen mag. Ja.
Dan kunnen we even kijken wat hij dan precies doet. Ligt een beetje aan, waarschijnlijk herkent hij wel de intent en zal hij gewoon beginnen met vragen te stellen. Maar stel ik zeg hier van, we want to register. Prepare for tomorrow for the computer. Dus ik hoop dat hij hier in dit geval gewoon zal weer gaan beginnen met vragen te stellen. Ja, precies. Ik heb dus zelf inderdaad, maar je kunt ook inderdaad, vanuit Lewis kun je ook inderdaad die entities kun je terugkrijgen. En die kun je ook weer op gaan vragen van welke entities heb ik al gehad. En zou je bepaalde stappen kunnen skippen. Ja, precies. Maar dan kan hij in twee entities, maar dan kun je inderdaad hier, ik heb hier bijvoorbeeld wel de entity repairer name. Ik heb nou zelf geen check erop gedaan of die inderdaad gevuld was. Maar in principe zou ik dat natuurlijk een check op kunnen doen van, hey, heb ik die repairer name, krijg ik die al terug vanuit Lewis? En zou die inderdaad kunnen zeggen, oké, als ik die al terugkrijg, dan sluit dus die stap over. Want die heb ik al. Wat ik zeg, ik heb dit gewoon met mijn flow dan niet geïmplementeerd, maar het zou wel kunnen. Nou, hoop ik dat hij iets gaat doen. Ja. Of niet. Duplicate. Ja. Oké. Okay. Ik vind het niet leuk dat ik allemaal hier weer aan het zitten ben, volgens mij. Nou, dus we hebben nu intussen gezien, zodat ik hier probeer weer mijn dingetje aan te praten te krijgen, hebben we nu inderdaad gezien van oké, hoe ben ik dan aangemeld? Ja, of dat schip heeft mij nu aangemeld. Maar goed, ik wil nu dus inderdaad, ik kom nou bij die poort aan, ik kom in mijn auto aanrijden. Nou, heeft er weinig zin in. Dus dit proberen. Dus ik kom bij de poort aangereden. En nou, de volgende stap zal zijn, ik moet nu naar binnen toe gaan, ik moet mijn papieren van de auto meenemen. Wat ze nu wil namelijk gaan controleren van die auto, mag die hier wel op het terrein komen? Sommige raffinaderijen mag je bijvoorbeeld niet met een benzineauto op het terrein komen, mag je alleen met diesels op het terrein komen. Oh, nu gaat heel mijn PowerPoint crashen. Ja. Dus wat ze nu willen gaan controleren van die auto, is die bijvoorbeeld APK gekeurd? Wat voor soort auto is het? Dus uiteindelijk willen ze nou gewoon gaan weten van die auto mag die op het terrein komen. Even kijken ondertussen deze. Dus wat ik nou in de volgende stap ga doen, in plaats dat ik nou naar binnen toe moet, ga ik gewoon een foto van mijn kentekenplaat maken. En met die foto ga ik dus kijken van ik ga die foto wat opschonen, want er zit natuurlijk allemaal tekst op die ik niet wil hebben. Ik wil alleen maar het kenteken meer hebben. Ondertussen even kijken waar dat mijn... Display settings. Dus ga met mijn kentekennummer ga ik opvragen. En kijken, nou zo toch. Ik ga even deze kijken of die. Nee. Ik zal even zo doen. Ik zal hem even niet full screen zetten. Dan gaat het waarschijnlijk. Dus hier, deze. Ja, dus ik kom hier inderdaad bij die poort aan. En dus ik moet nou inderdaad mijn kenteken gaan opvragen. Dus ik ga een foto, in dit geval gebruik ik OneDrive. Normaal gesproken zou dit vanuit een camera komen die gewoon bij die poort staat, die inderdaad dat scant en die het ergens zou neerzetten. En in dit geval ga ik via een Logic App, ga ik dus die vision erop doen. Dus ik ga ophalen welke tekst staat op mijn kentekenplaat. Ik ga die opschonen door middel van een function. En uiteindelijk ga ik naar een API van de RDW. Dus de RDW die heeft gewoon een open API die je gewoon kunt aanroepen. Dan kun je een kenteken heen sturen. Dan krijg je allemaal informatie over die auto terug. Dus inderdaad APK-informatie. Informatie wanneer dat die land is binnengekomen. Waar dat vandaan komt. Wat voor soort auto het is. En met die informatie ga je dus kijken van mag deze auto het terrein op. En indien dat mag, dan stuur ik een berichtje naar ServiceBus Q. En aan de andere kant heb ik een client-applicatie die gewoon daarvan afhaalt van mag deze auto mag niet doorheen. Nou, ik ben geen GUI-man, dus mijn applicatie die ziet er zo uit.
Dus wat je hier ziet, deze heb ik net even getest. Dus hij ziet inderdaad van deze, dit kenteken is, heeft een valide APK tot 2019. Nou, laten we even een andere doen. Ik zal even deze pakken. Dus ik upload nou gewoon naar OneDrive toe. En ik heb hier een Logic App. Niet deze, deze. Ik heb hier dus een Logic App. Waar ik ga kijken van oké. Okay. Ik ga daar een thumbnail van genereren. Ik zet die thumbnail zet ik op een blob storage neer. Ik verwijder de file van mijn OneDrive. Wacht, dat is trouwens verkeerde, sorry. Ik moet een andere Logic App hebben, dus voor de volgende demo. Deze moet ik hebben. Het is eigenlijk hetzelfde idee. Ik heb dus inderdaad die thumbnail. En die ga ik opgeven aan de Character Recognition API. In dit geval zeg ik gewoon van hier heb je mijn content. En geef mij terug welke characters dat op deze foto staan. Dan krijg ik een respons uit terug. Dan ga ik de JSON uit parsen. En uiteindelijk ga ik dus kijken van oké. Als ik inderdaad een kentekenplaat heb gedetecteerd. Ga ik nog een stukje cleanup doen. Dus ik heb een function. Die heb ik hier. Dan ga ik er een beetje de vreemde tekens mee uithalen. Je kan er wel zo vreemde tekens erin zitten. En de RDW wil er bijvoorbeeld ook geen streepjes tussen hebben. Dus wat ik hier gewoon ga doen is gewoon die, ja, dat stukje tekst wat ik terugkijk. Ga ik een beetje opschonen zodat ik hem aan de RDW kan sturen. Dat is niet heerlijk. Clean license plate. En een functie is dus gewoon een klein stukje code wat je kunt uitvoeren. Helemaal serverless, dus ik betaal alleen maar ook wanneer ik het uitvoer. En wat je hier dus inderdaad ziet, het enige wat ik ga toestaan zijn deze karakters. Als ik die, dat karakter tegenkom, dan geef ik die terug. En uiteindelijk krijg ik daar dus mijn kentekenplaat, dus de cijfers en letters van de kenteken zelf terug. Op dat moment ga ik naar de RDW toe. Of in opendata.rdw.nl. Ook al zeg ik, daar kun je gewoon dit soort informatie vandaan halen. Ik geef die license plate mee die ik net heb, eruit heb gehaald. Daar krijg ik weer een respons uit terug. En wel uit die respons wil ik dus hebben van oké, is de APK geldig? En in die respons heb ik gewoon een veldje APK of valdatum APK. Nou, daarmee ga ik weer naar kijken, deze toe. En hier ga ik dus gewoon ophalen van oké, hoeveel dagen nog totdat de APK verlopen is. En in dit geval zeg ik van de APK moet nog minstens 9 dagen geldig zijn. Als je bij mij op het terrein wil komen. Nou, in het echt zal dit wat minder zijn, maar even voor de demo ook dit. En uiteindelijk kan je dus inderdaad van APK valid of APK niet valid. Hij is nog niet getriggerd, of wel? Oh ja, de 2020. Dit is inderdaad degene die ik net heb geüpload. Dus dit is eigenlijk het plaatje wat hij dus vanuit de camera zou krijgen. Hij ziet van oké, dit kenteken is valide tot 2020, dus jij mag gewoon doorgaan. Dan heb ik op dit moment geen plaatje waar dat hij niet geldig bij is. Dus normaal gesproken als hij geen ongeldige APK heeft, dan wordt dit rood. En dit kun je natuurlijk ook weer, zou je rechtstreeks aan de slagboom kunnen koppelen van oké, als hij groen is, dan gaat de slagboom open. Als hij rood is, dan moet jij gaan melden of je komt gewoon het terrein niet op. Dan de volgende. Dus ik ben nu aangemeld. Mijn auto mag het terrein op. Maar nu moet ik zelf ook nog het terrein op. Nou, dus ook hier geldt weer. Normaal gesproken zou ik dus hier weer naar binnen moeten gaan. Ik moet mijn paspoort meenemen of mijn rijbewijs meenemen. Hun gaan in het systeem opzoeken van oké, die oude grote boer, kennen wij die al? Bij de meeste raffinaderijen moet je ook van tevoren een filmpje bekijken van een half uur. Van wat mag je nou wel niet op het terrein? Je mag niet roken op het terrein, je mag geen telefoon gebruiken op het terrein, je moet een helm op hebben, je moet een mooie gele jas aan hebben. Dat soort dingen dat moet je allemaal weten en dan moet je één keer in de twee jaar moet je dat vernieuwen. Nou, dus dat hebben we weer in het systeem staan. Daarna zullen ze natuurlijk weten, oké, is hij aangemeld? Dus dan gaan al die systemen, gaat dat opzoeken. En uiteindelijk komt hij dus terug van, ja, je mag het terrein op, je mag niet het terrein op. Nou, we hebben natuurlijk nou alles al geautomatiseerd, behalve dit stukje. Dus dit gaan we ook automatiseren. En hier ga ik eigenlijk weer hetzelfde doen. Dus met een plaatje van, ik upload gewoon een foto van mijn eigen.
Syntex zou dit bijvoorbeeld weer bij die slagboom kunnen zijn. Van ik heb een camera op mijn kenteken. Ik heb een camera waar ik gewoon zelf in kan kijken. En hij zal dus die foto's zal die gaan parsen. Hij gaat eerst eens kijken van oké, herken ik een gezicht? Hij gaat een thumbnail van maken. Hij gaat kijken van herken ik iemand? Als hij iemand herkent, gaat hij kijken van oké, is die persoon aangemeld? Dus het schip heeft hij inderdaad hem aangemeld. Hij haalt nog wat informatie over de persoon op, van mag hij inderdaad het terrein op? En uiteindelijk zal hij ook weer naar de eindgebruiker toe gaan. Dus inderdaad die portier die daar zit, van die zal te zien kijken van hey, deze man mag inderdaad wel of niet naar binnen. Daar hebben we een andere logic app voor, die ik net al even snel open had staan. En wat we dus in deze logic app gaan doen, is we ontvangen weer een plaatje. Ik zal hem vast erin zetten. Dus op dit moment... wat je inderdaad ziet, van op dit moment heb ik een oud collega van mij. Dus laat ik nou even... Zo. Dus ik ga nou een foto uploaden. Die foto zal weer worden opgepakt. Er wordt een thumbnail van gemaakt. Hij wordt op Blob Storage gezet. Heeft mee te maken dat deze API weer alleen van Blob Storage kan lezen. Ik ga kijken van oké, herken ik hier een gezicht? Zo ja, wie is dat dan? En als ik daar inderdaad op dat moment krijg ik een GUID terug. Dus de Face API die heeft gewoon allemaal verschillende GUIDs van personen dat hij kent. En die GUID die ga ik dus opzoeken in CRM. Dus ik heb hier in CRM. Heb ik mij inderdaad aangemeld. Ik zie hierin staat dus ook inderdaad van mag deze persoon terrein op. Heeft hij geen regels overtreden of iets dergelijks. Ik zie die GUID zo gauw even niet staan. Ze hebben mijn GUID hier weer aangepast. In ieder geval hier ergens onder zit een GUID van oké, deze persoon uit die Face API, dat is El het Grote Boer. Dus ik kan hier weer met een out-of-the-box connector kan ik naar CRM toe. Dus ik kan inderdaad heel snel dit gewoon integreren met mijn eigen CRM pakket. Ik ga naar de accounts toe en ik ga hier een query doen van geef mij de persoon die GUID, om die GUID bekend is. Hij gaat uiteindelijk kijken van dus we herkennen de persoon, we weten hij mag, of hij terrein op mag, of dat hij aangemeld is en we weten hier ook mag hij het terrein op. Dus hier gaan we nog ophalen van is hij ook aangemeld. En uiteindelijk weet dus inderdaad mag hij het terrein op. Even kijken. Dus hier send person recognized, dus dat betekent van oké, hij is herkend. We weten dat hij het aangemeld is. We weten dat hij inderdaad gewoon het terrein op mag. En op dat moment zal dus hier... Wordt hij inderdaad groen. Ik zie het inderdaad, ik heb mijn eigen foto hier. Dus hier zie je inderdaad van oké, deze persoon die is aangemeld. We hebben nog een stuk commentaar erbij. Van oké, hij mag inderdaad het terrein op. Hij heeft geen overtreding begaan. Stel nou dat ik hier zeg van oké, nou komt iemand anders. Dus even Stefan. Ik zal even triggeren dan, anders duurt het een minuutje. Ik kan hier ook weer, net zoals bij Flow, kan ik ook hier weer gewoon kijken van oké, wat gebeurt hier nou? Ik kan terughalen van oké, waar gaat hij allemaal doorheen? Wat voor data krijg ik terug? Dus ik zie inderdaad van, dit was deze Face ID die ik terugkreeg, dus hij heeft hem wel herkend. Je ziet ook hier inderdaad met die confidence, dus hij is hier in 71% zeker dat inderdaad deze persoon is. Dus daar kun je ook natuurlijk een restrictie op zetten van, als dat te laag is, ik weet niet helemaal zeker of dit de persoon is, dan moet hij naar binnen toe. En uiteindelijk heeft hij inderdaad gezien van deze persoon was niet geregistreerd. En als we in onze GUI, in onze applicatie gaan kijken, hij was inderdaad wel herkend, we kennen hem in het systeem, maar hij is niet geregistreerd, dus Schip heeft niet aangemeld. Dus op dat moment weet hij gewoon van oké, deze persoon mag wel of niet naar binnen. En het is nou helemaal geautomatiseerd. Dus in plaats dat ik een half uur bij die portier aan het wachten ben, ben ik nou gewoon, ik kom aanrijden en 30 seconden later ben ik op het terrein. Dat is voor mij een stuk fijner, want ik kan gewoon een stuk sneller door. Voor die portier een stuk fijner, want die hoeft niet continu de hele dag al die mensen te gaan zitten controleren. Dus op die manier kun je, zoals je ziet, kun je in je eigen processen, kun je inderdaad deze data heel erg mooi gaan opnemen. Nou, dus dat is inderdaad zover mijn presentatie. Ik heb wel een aantal key takeaways.
Allereerst het gemak van cognitive services. Je hebt net gezien, van, zeker op het moment dat je zoiets met Flow of met Power of Logic Apps gaat gebruiken. Je kunt gewoon heel makkelijk zoiets opzetten. Maar ook als je je eigen applicatie gaat gebruiken, het is gewoon een REST endpoint. Je roept een REST endpoint aan en je krijgt gewoon die data terug. Dus je kunt gewoon die data zelf gaan parsen. En je hoeft niet meer zelf die mensen te hebben die voor jou die machine learning modellen gaan opzetten. Die gaan bijvoorbeeld met face recognition. Ik heb het vroeger op school eigenlijk sowieso moeten doen. Nou, ik kan je zeggen dat er gaat heel veel tijd in zitten om zoiets op te zetten. Nu is het gewoon een kwestie van, ik roep een API aan en krijg ik terug. Dus iedereen kan dit gaan gebruiken. Je hoeft niet meer er kennis voor te hebben. Je hoeft alleen maar te weten hoe ik een API aanroep. Extensive, dus je hebt heel veel verschillende API's met heel veel opties. Er komen ook zelfs nieuwe API's bij. Nou, het zijn ook API's die af en toe worden samengevoegd. En op die manier heb je dus heel veel mogelijkheden om dit inderdaad te gaan gebruiken. Integrate, dus gebruik dit in je eigen processen. Ga ze combineren. Wat ik net al liet zien, van ik heb gewoon een aantal API's die ik achter elkaar aanroep. En op die manier kan ik gewoon die kracht gewoon gaan gebruiken. Dus ga ook inderdaad gewoon je eigen processen bekijken. Van oké, welke processen zou ik nou zoiets kunnen toepassen? En uiteindelijk IoT. Ik denk dat de IoT en cognitive services, dat die gewoon een heel mooie combinatie samenvormen. IoT, al die data die je uit de echte wereld verzamelt. En cognitive services om die data te gaan begrijpen. Dus bedankt. Nog een keertje mijn Twitter-handle, mocht je nog iets laten weten. Ik loop hier in principe de hele dag rond. Je kunt me altijd een tweet sturen of een mailtje. Ik heb nog een blog waar ik regelmatig ook over onder andere dit, maar ook andere zaken rond integratie, messaging, allemaal dat soort zaken. Dus mocht je een keertje naar willen kijken, dan kun je het hier vinden. En daarmee wil ik zeggen heel erg bedankt en nog een leuke dag vandaag.